Kijkers van Online Games en vannacht ik werk weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Poes en Nice Tech. Goed jongens, we gaan natuurlijk lekker verder waar we afgelopen vrijdag waren gebleven. Hier wel, komen we weer helemaal goed, prima goed, ja, goed, prima goed. ja, zoals je natuurlijk weet hebben we een beetje met ons dagrooster een beetje veranderd, maar ik ga hem toch helemaal veranderen, helemaal terugzetten dat iedereen gewoon hetzelfde is, want dan krijgen we niet dat gedoe meer. Dus we gaan alles even op slapen zetten, dan beginnen we met 8 uur werken. Ja, douchen hier. Eén, twee, drie, vier. Zij hebben dus ook douchen. Werken. Dan hebben ze na het werken ze eten. Eten. En dan om weer hier eten. En hier hun hebben 5 uur vrije tijd, hè? Ach, joh, dan hebben ze hier zelfde uur gesloten. Vrije tijd. Ja, want ze hebben natuurlijk ook een keer werk, dus dan gaan ze krijgen ze luchten erbij, maar de luchten moet eigenlijk na hun cel moeten ze dat hebben, dus de celdeur gesloten. En dan vrije tijd, 1, 2, 3. En dan celdeur gesloten. Luchten. En dan weer vrije tijd. Dan hebben ze 5 uur vrije tijd. Hun natuurlijk 4. Maar hun mogen 3 uur celdeuren dicht. Dus. En dus 2 uur dan. De avond hebben de meeste vrije tijd. Vrije tijd. En dan maak ik hier zo'n celdeur gesloten. Ja, op zich maakt het dan niet uit de vrijheid, want ze zitten toch apart allemaal. Dat is waar. Dus behalve met eten, maar dat is niet zo heel erg. Vrije tijd, celdeur gesloten, luchten, kijk maar, dan hebben ze luchten er ook een keer bij, dan hebben ze 1, 2, 3, deze die moeten 4, celdeur gesloten, tijd
Jezus, ook vrije tijd. Nee, krijgen zij ook lucht erbij. Celdeur gesloten. Nou, nog een keer celdeur gesloten, kijk maar. En ze zitten dus 4. Oké. Of we moeten luchten ook wegdoen, want dat ze dan in hun vrije tijd mogen doen. Want op zich hoeft luchten er niet per se bij. Anders doen we hier zo gewoon dat ze vrije tijd krijgen. Dat kan natuurlijk ook. En dan gaan ze gewoon een uur langer, 4 uur mogen ze dan dicht. Dat kan natuurlijk ook dat ze gewoon douche. Ja, weet je wat, doe douche er maar wel gewoon bij. 3, 2, ja. We gaan het even zo kijken hoe we dat altijd hebben, ja? Zo. Dat is denk ik het beste, hè? Want dan kunnen we hier zo te werk. Hier zo. En dan pas kunnen we kijken of dat verschillend doet. Maar ik denk het van niet dat ze dan door haar volgingsprogramma gewoon in één keer kunnen krijgen. Dat is gewoon met de was is dat ook het beste. Dus even kijken tot hoe ver dit is. Tot dit zit net hier. Kan ik dit? Dus ik kan dit zo doen. Ja, dan moeten we gewoon hier van allerlei dingen neerzetten. En ook verschillende paadjes nog hier zo neerzetten vanwege de keuken. Om dan hier ze dan weer, ja, 50 gevangenen erin zetten. Dat wil ik ook zo snel mogelijk. Dus hier zo komen ook allerlei werkzaamheden. Dit is de werkzaamheden voor de hele gevangenis, zeg maar. Ik denk van wel. En dan aan die kant ook nog. En dan moeten we hier ook wat gaan bouwen. Dat was eigenlijk handig om dit eerst te doen, maar ja, we krijgen toch daar geld, kunnen dat daarna nog even snel gaan fixen. Want voor de vrijlatingskamers. Nee, niet vrijlatingskamers, ik bedoel de psycholoog en al die andere kantoormensen. De ruimte leeg maken. Muren slopen. Die verwijderen. Het is wel een grote kantine, maar dat is wel nodig. Of we moeten hier gewoon 100 van maken en daar 58. Zullen we dat doen? Dat is denk ik wel het beste. Dan hebben ze de kantine is flink groot. En er kan max zeker wel 600 mensen in. Ja, zullen we dat doen? Ja, laten we dat doen. Dan moeten we ook sowieso de muren verder doen.
Ja, ik laat het dan ook gelijk doen. Die kan gesloopt worden. Die kan zo blijven. En dan kan dit weg. Voor 1 uur en 1 minuut komen ze. Kijk, nu komen allerlei uniforms. Zo, uniform op een tafel. Nog meer, terwijl dat... Het is hier ook allemaal komen. Zijn ze al hier de boer aan de sloop? Nog niet, hè? Nee. Zijn eerst dit aan het bouwen? Want ja, eigenlijk moeten al die uniforms... Naar de was, maar daar hebben zij allemaal te weinig was. Programma's. Met nu verder in sociale werkplaats. Meer arbeidstijd nodig. Geen kamer gevonden. Dat is nu. ...27 gevangenen hebben interesse. 9... ...18... ...dus er zijn er een... ...heleboel... ...als dit dus weer start. Kijk, daar komen ze. ...47, 98. Maar dan moeten er nog meerdere aankomen, denk ik. Hop.
kom er nog meer gewoon aan. Kijk, grijze mensen. Rode. En oranje. Kijk eens aan. Nu gaat het 47. Zo graag. Dat is heel raar, maar ja. Misschien is het ook handig om ja, dan moet ik het met mezelf doen, dan zie je het te lang. En hier zijn ze dan allemaal. Hier is er helemaal dood gegaan. Oh ja, natuurlijk, er zitten nog geen patrouilles hier zo. Dus hier zo. Patrouille, bewaker, gewapenbewaker. Een hondenpatrouille. En doen we er nog een extra bewaker erbij. Bewaker, gewapende bewaker. En dan nog een. Hier ook. Oh, hier zo. Zijn er al wat bewakers bij.
Kijk eens aan. Dit hebben ze nog niet gesloopt, omdat ze nog heel druk bezig zijn. Oké, ja, dan moeten we maar even bedenken dat daghoes dat ze misschien toch een drieën, want dat is wel beter en handiger, denk ik. Vooral voor de was, dat is misschien wel wat slimmer en handiger. Ja. Hier is wat gevonden. Dan gaan we even dit cellenblok controleren. Maar dat is best wel veel. Dus daar moeten we wat aan gaan doen. Ja.
Nu 2. 1. De keuken zijn er 6. 2. Ja, en dat moet gewoon niet. Oké. Ik denk dat ik er in ieder geval hier bij ga laten, jongens, en dat we de volgende keer deze doorgaan neerzetten. We hebben nog 136.000, dus daar hebben we genoeg geld voor. Hij gaat al die uniforms toch bij de was zetten. Dat is hartstikke mooi. En dan kunnen ze eindelijk dat gaan doen. Heb ik toch lucht erbij gezet? Oh ja, klopt. Is het handig? Of lopen ze te matten? Ja, want qua keuken dan moet toch een groep telkens zijn. Anders halen ze dat niet met het eten. Ja, het is allemaal redelijk goed. Kijk maar. In 20 minuten is best wel veel. Oké, die is klaar. Dan moeten we fixen dat we daar ook iets gaan doen. Ja, maar dat komt helemaal goed. Maar ondertussen heb ik gewoon zoveel mogelijk dingen opgepropt. Maar dat komt helemaal goed. Ja, dan gaan we de volgende keer weer eraan verder morgen. Dus goed, dan ga ik het hier eens laten. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen doen we weer, jongens. Mazzel!